deze nieuwe video van Bolstar. We gaan ons klaarmaken voor school. Dus kijk wat ik ga aandoen. Dus kan je even hier zetten. Dus zo. Dus ik dacht ik ga dit aandoen. Nog eens knap zijn. Ik kan nooit geen kwaad zo dit aan. Dat is ook wel cool om dit aan te doen. Maar ik moet er wel iets onder doen. Dus we gaan eens kijken wat ik eronder kan doen. Nu sta ik met mijn onderbroek. Zo, ondertussen gaan we ons helemaal klaarmaken. Dus we gaan ons tanden poetsen en dan kunnen we starten. En dan gaan we nu eventjes doen, tanden poetsen. Dus. Zo, voilà. Ik sta nu klaar om mij helemaal aan te kleden. Ik kan het eerste onderlifje onder doen. Maar ik kan dat jullie nergens opzetten. Hè. Dat is lastig. Zo, even ergens opzetten. Zo. Dat is allemaal goed. Zo, dan gaan we deze aandoen. Deze. Ik heb voor deze gekozen. Dus dan gaan we deze aandoen. Het is lang geleden dat ik deze aan heb gehad. Ik doe die eigenlijk alleen maar aan voor een feest. Nu beginnen we met de knoopjes, want het is niet zo heel gemakkelijk. Dus ik misknop mij altijd. Dus daarom dat mijn heel goed moet uitkijken. Anders hebben we die niet goed aan en dat zal niet goed komen voor school. Dus die gaan we aandoen. Dus mijn haar is gekozen door de kijkertjes. Het moet recht staan. Dat is niet gemakkelijk om te zeggen. Het is niet heel vaak dat doe. Dit is mijn potje dat ik altijd gebruik. Dus deze trouwens niet gesponsord. Eigenlijk ja, van mijn tante. Mijn tante heeft die gekocht. Ja, is dat dan gesponsord? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, niet zo dat ik Dus hier gaan we dan. Wat vind je van de nieuwe K3? Ja, zodat ik even een vraag beantwoord. Ik vind de nieuwe K3 leuk. Ik was al een grote fan van Hannem. En nog meer. Dus ook al zit Julia erbij. Zo, mijn haar zit helemaal recht. Ja, wat ze zo wilden. Ik vind het wel een beetje raar mijn haar is recht te zien. Maar wel mooi eigenlijk. Dus nu ja, nog sokken aandoen. Dan dan zijn we zo goed als bijna klaar eigenlijk. Hè. Dus we gaan onze sokjes aandoen. Oh, het is echt zo de eerste keer dat ik het erin meeneem. Zo. De volgende sokjes. Voilà. En dan moet ik mijn nieuwe schoenen uitkiezen. En dan is het helemaal klaar. We gaan ook al het geld meenemen voor naar de winkel te gaan, want ik ga jullie ook mee pakken naar de school. Ik neem jullie wel mee met de kamer, maar ik neem jullie niet mee om te filmen in de klas of zo, dat doe ik niet. Maar ik neem jullie gewoon mee om eens te kijken. Dus het is dat je het weet. Want we gaan eens kijken in de winkel, in de dierenwinkel, en dan kunnen we dat gewoon in één keer doen. Dus dat komt gemakkelijker uit eigenlijk. Dus ik ga jullie nu hierin steken. We staan nu voor de dierenwinkel, dus we gaan hier binnen. We gaan altijd naar dezelfde dierenwinkel. Dus mensen die willen weten waar we gaan, gaan altijd naar deze winkel. Soms ook naar de Euroshop hoor. Daar gaan we binnenkort naartoe. Voor stro te halen en zo. Dat kan niet allemaal in de rustzak. Maar we gaan wel eens een keertje kijken. Dus we gaan eens naar binnen. Ik ben eigenlijk op zoek naar, naar dingen eigenlijk. Ik moet niet meer zeggen. Ik ga het wel zien. Als het er is, dan ga ik het je laten zien. Als het er niet
We moeten even verder kijken, maar ook eens naar de kooi voor de beestjes. Hier zijn we bij het paradijs voor de konijnen. Alles wat je ziet is voor konijn of een hamster. Dus echt plus. Dus we gaan eens kijken of ze het hebben. Je kan ook zetten alleen maar via de zaadjes. Dat kan ook. We gaan eens kijken. Hè. Ja, mijn neus loopt nog altijd, maar dat hebben ze allemaal. Wat is dat? Dat is een tent. Daar kunnen ze niks mee doen, want die eten ze op de tent. Dat weet ik, dat ze de tent opeten. Oh, dat hebben ze alles gedaan. Een tent opgegeten en zo'n ding allemaal. Dus nee. Dat krijgen ze niet meer. Dus ik heb er ook stokjes. Oh, we gaan kijken, zijn we de beestjes. Een beetje kijken, hè. Zet ik even een voeding is op, dat weet ik. Eens kijken naar de voeding. Ik ga geven. Het is wel belangrijk, hè. De juiste voeding te kiezen voor de beestjes. Ze eten alleen bij die dingen halen, dat kopje. Maar ik heb nu al een beetje zoeken, zodat ik met hem zo een beetje gek doe. Me voel. En hier hebben ze een kleine pak. Zo, gevoelig konijnen is dit. Dat is Tommy. Dat is ook wel iets, denk ik. Ik moet in de rust aanpassen daarom. Kijken bijna. Misschien nog zo stokjes mega. Mega. Ja, ze altijd zo hoog, hè. Mega. Dat krijgen ze ook. Dat zal het een beetje zijn, hebben ze. Ik denk dat dat is, want we moeten morgen nog stro hebben. En gaan we eens kijken online en ook eens vragen. De begeleiding. Ik denk dat stro in de rust kan, denk ik. We gaan eens kijken verder of we misschien vinden. Maar we moeten er zeker niet mee. Trap ik af. Er zijn ook al twee nannetjes. Deze, maar die zijn niet geschikt voor de konijnen. Niet voor de kat. De batterij is wel bijna plat, maar ik wil kijken gewoon voor mijn pikkingers. Hebben zoveel stroom. Zoveel verschillende dingen eigenlijk, stroom. Oh my god, zoveel. Dus als je zoekt wat je beest voor dat beestje, dat je die beestjes koopt. Hè. Het is altijd een hele zoektocht, dat je voor die beestjes kunt kopen. Maar nu voor ons kiezertje nog. Iets van snoepjes als ze lust. Dat is het moeilijkste eigenlijk. De konijnen zelf die zijn niet moeilijk, maar kiezertje is een heel moeilijk beestje. Dat is altijd heel hard zoeken wat dat ze lust. Dus ze moeten zo'n beetje hetzelfde hebben altijd. Dus je komt niet af met iets dat ze niet lust. Dan word je zot. Dus snoepjes. Daarom dat ik goed moet kijken. Wat ik haar geef namelijk. Want ze lust niet alles. We hebben voor de rest alles wat we hebben voor dat beest. De kiezen is nog eten. Dus voilà. Dan hebben ze allebei evenwaardig eten en drinken. Dat drinken komt van de kraan, dus daar hoeven we niets nieuws voor te kopen. Maar echt op heel veel dingen. En er zijn heel veel dingen die kiezen ze niet rust. Of men speelt of men doet. Dus ja. Een knuffelkus.
Dat is niet nodig. Ik verspil dat genoeg met mijn voet. Ja. Ik heb echt heel veel dingen. Dan ga ik dan iets aanvragen op de site. Allee, op de dinges kijken. Dus ja, dan gaan we maar richting. Ja, doe ik zo wel later. Ik heb trouwens... Waarom ben ik niet zuiver? Ik heb trouwens zo een doos gekocht trouwens met allemaal maskertjes eigenlijk. Het zijn allemaal verschillende diertjes. Zoals een panda, een krokodil, een krab, een uil, papegaai, luiaard, aap, schildpad, een vos en een koala. En die gaan we allemaal de komende weken allemaal testen. Ik heb nu de kalkoen in de oven gezet. Dus dat gaat even sturen. Wat hebben we allemaal gekocht bij de dierenwinkel? Dat is eigenlijk wel heel veel wat ik gekocht heb daar. Toch nog deze zak, dus dat je ziet, heb ik erin gelegd. Wow. deze heb ik gekocht. En dan nog voor de stro. En deze heb ik gekocht. Dat is wel, en dan dus de kat. Zal ook heel blij zijn. Haar kattengras die groeit trouwens super snel. Dat je kunt zien. Dat is wel super goed. De kalkoen zit nu in de oven. Dus wij gaan eventjes een padje pakken. Voor morgen voor school. Oh, ik ben een beetje moe, maar dat komt wel goed. Maar het is koud water. Je ziet mijn hoor. Nu niet meer. Pak ik niet buiten, anders gaan we naar boven. Dan kun je het even hier opzetten. Dat is dat we gewoon zo'n doos nemen. Ja. Moet er gewoon naar één gooien. Kijk, je beseft het eigenlijk niet. Eerst dat je papier hier brengt, je denkt, oh, stapel hem maar. Maar na het papier nog buiten moet, dan besef je wel. Kijk, dan moet het sneller. Dus dat gaan we eventjes doen. Zo, alles zit in de doos. En dan gaan we die doos gaan dragen naar de paal. En dan zullen we de groene bakken, die gaan we daar ook plaatsen. Maar het is echt koud, jongens. Koud, koud, koud. En dan gaan we de konijnenbakjes nog uitkuisen. Dat moet ook gebeuren. Nu is er nog veel te doen. Maar het komt wel goed. Dus dat is gebeurd. Dat is gelukt. Dit gaan we meenemen. Met een konijnenbak. Zo. Zo. Voilà. Dat is niet te doen. Niet te doen. Hier zijn we. Zo, dus dit zijn de stokjes. Extra groot genomen. Je ziet dat de konijnenkotjes zijn uitgekuist. Het is natuurlijk nog niet hoe dat is, maar het komt wel. Daar gaan ze meestal naar het wc. En daar heb ik nu stro in gedaan. Omdat ze toch altijd omdraaien. Ja, dat bakje staat er eigenlijk niks te doen. Of misschien binnenkort wel, om daar de stro in te doen. Ik ben nog aan het testen, dus er komt ook nog andere dingen in. Maar we zijn nog een beetje aan het bekeken. Maar daar gaan ze altijd een behoefte doen. Dus ik dacht, dat is misschien wel goed. Dat we dat er een beetje in doen. Ja. Ook maar een beetje aan het zoeken hoor, mensen. En drinken moeten ze nog krijgen.